Een paar. Dan zijn we in de opslag. We hebben net de collectie opgehaald van vandaag. Het is 28 december natuurlijk. We hebben weer wat leuke dingetjes besteld en ook wat gratis gekregen. We hebben besteld bij Anne Vuurwerk Willezen. Kijk, we hebben, dat ik daar een goede vaste klant ben, een mooi shirtje gratis gekregen. Kijk, van Zena. Een rode en een zwarte, hartstikke leuk. Nou, dan gaan we over naar het vuurwerk. We hebben, om tussendoor te schieten. Een leuk meterpakketje, ja. Een cafarata, een beetje weer standaard. Fonteintje zit erin. Dat is wel altijd leuk. Nou, dan hebben we de eerste grote box. Het is de V-Master. V-Master Connect is dat. En hier hebben we instructies. Afsteekinstructies. Compound box. Dus de mensen die geen verstand van hebben, heel verstandig. Dan ga ik hem weer goed mee natuurlijk, want we hebben, kijk hoe dat hier van binnen uit zit, een mesje erbij. En dit is dus de hele box. Voor better view, place this side facing spectators. Dit is de eerste rond, dit is de tweede rond. Dit is dus compound, hij is dus al doorgelond. Dat ik het kan uithalen en kan laten zien, hij is al doorgelond. Maar je kunt het niet zien, een heel klein beetje. Even kijken of dat ik hem eraf kan halen. Kijk, hier kun je het een klein beetje zien, ik weet niet of dat te zien is, maar daar is hij dus doorgelond. En dat is dus de eerste box. Die is camera te plaatsen natuurlijk. En die box is 2 keer 50 shots V-shape max loaded. Effect Coco Quai, Spinner Tail, T-Silver Coco T, Golden Crown, Coco Crown, Star Blink. Effect Colors, Red, Green, Gold, White en Blue. Er zit in. Even kijken, compound categorie F2, 962 gram, dus dat is bijna een kilootje ongeveer. Nou, gaat even aan de kant, zo. Dan hebben we hier de eerste zak met spul. 1, 2, 3, 4, 5, 5 keer. Nou, dat lekt al een beetje kruid. 5 keer de Lilycracker, die was zo'n 50 cent per pakje, dus ja, daar hebben we 5 meegenomen, 2,50 was ook leuk. Kunnen we wel mee klooien over de avond heen. Kijk, trouwens, dat zijn gewoon van die matjes, hierin kent ze wel. Dan hebben we 1 keer de Crackling Fathers, die heeft dan van knetteren een minuut lang rond, dan 8 gram zit erin, dus geen categorie 1. Dat is F2. Dus ja, leuk. En dan hebben we een doosje Shishin kanonslag. Ja, ze knallen voor een meter, maar ja, voor erbij, je weet toch. Dan hebben we hier een matje, dat is de Crackling Whip van Pyropower. Even kijken. Kijk. En dat is een opgerold matje van Crackling Lint apart. Heel apart leuk. Komt dit jaar ook een hele vette Crackling Lintmat aan. Van de Raadlint is er een hele lange van maken. Dus die komt er ook aan. En dan hebben we hier 3 keer de Portfire aanmaakstokjes voor de show. Naar te steken. Dan hebben we hier nog een doos met single shots. Die gaan er waarschijnlijk uit volgend jaar. Dit zijn de Cool Bastards, er zit er zitten er 100 in, als het goed is. Kijk, er zitten er 100 in. Het zijn gewoon van deze kleine budget single shotjes. Kijk. Mooi doosje, goed gevuld. Die hebben we natuurlijk eentje besteld. Altijd leuk voor erbij.
Dan hebben we, kunnen we nu komen weer bij de pot aan. Een kwerbel besteld in een mooie waaier. En daar zit in 278 gram. Dat is echt een heel mooi waaiertje voor het bedrag. Dan hebben we hier onze lijst. Totaal 510 euro. Dus die incredible die was 39 euro. En die V-type die was, V-master die was 69,95. Dan hebben we hier nog een box. Een wat kleinere box, Sweet Dreams. Van Pangu Fireworks. Die was, even kijken, 34,95 euro. En dat is gewoon een doornenbak. Deze die moet dus nog wel worden doorgenomen. Dat is dus nog niet gedaan. Hij valt zo open. Maar dit zijn de cakes die erin zitten, Sweet Dreams. Leuke potjes, leuk design er zit in. 133 gram per cake, dus is wel leuk. Voetjes uitklappen, zie onderzijde cake. Nou, er zitten dus geen voetjes onder. Maar wij gaan hem zo eens door een bak schieten, dus weet je, kijk. Je weet hoe het gaat, dus dan gaan we eens door een bak schieten. Hartstikke leuk. Totaal zit er in deze pot. Staat er niet op, dat zijn gewoon 3 tosse potten. 20 mm. Die hebben we dus besteld. Ja. Dan hebben we hier nog een grote. Dat is wel zwaar. Dat is de tasje is leeg. Een no choice. De No Choice die is 69,95 en dat is een doorlontbakje, dat is geen compound, die moeten we nog doorlonten. En hier zit in totaal, zit hier in 1100 gram, dus 1100 gram, 1100 gram, kijk hier, volgens mij is het goed, hier staat het ergens. Jullie kunnen lezen, maar nou, er zit dus nog deze hier. Kun je zo kijken, die moeten we dus nog maar doorgemonten. Nou, een mooi boekje. En er zit, even kijken voor de leuk. Per cake zit er effects Green Tail to Lemon Pony with Green Blink. Dat is cake B. Nou, er zit in 185 gram. Dat is wel een leuke cake voor gewoon de show te gebruiken. Tuurlijk. Nou, dan hebben we. Gaan we even dit mooi neerleggen. Dan gaan we over naar de volgende. Het is helaas al de laatste. Maar dan niet, hè. Mooie producten nog. We zien hier al 7 setje pijlen staan. De beste pijlen, naar mijn idee, die er in Nederland te krijgen zijn, zijn de Skywinners van Shinerhead. En die zijn volgens mij 40 gram per pijl, 395 gram totaal in het pakket. En dan 10 pijlen, 40 gram. Hartstikke mooi, echt mooi pijlen. Dan hebben we hier nog, voor in de show te schieten, de I'm a Fan, dat is een crackling wire. Die begint met de crackling mines en dan daarna het laatste schot de goud effect, goud palms. Dus heel erg mooi. Er zit, even kijken, er zit in 488,5 gram en die was tot bedrag van 29,95. Dan hebben we hier nog een kleine doornenbak weer. Dat is de Magic Moments van Pangu Fireworks. Die was de goedkoopste doornenbak ooit. Ja, dat ga ik proberen. 29,95. Er zitten dan ook weer 3 cakes in. Staat niet op de doos hoeveel gram dat erin zit. Of wel, kijk je. Totaal 336 gram. Ik zie het nou net aan de zijkant staan, dan staat er bij deze ook. Bij de Sweet Dreams is het dan 399 gram. Dat zijn dan die kleine
Dat zijn soort blokjes. Kijk, die zitten dus wel volgens mij voetjes aan. Kijk. Kijk, die zitten dus voetjes aan. Ze worden niet als... Kun je ze ook los aansteken, maar ja, wij gaan ze natuurlijk in een dolombakje van maken. Die zit de lont ook niet bovenaan, maar ja, we gaan nog wel eens een dolombakje maken natuurlijk. Nou, ja, dat is deze box natuurlijk, die hebben we dan ook besteld. Dan hebben we hier een mooie, dat is van Evolution Fireworks en dat is de Rainbow Twinkler, 36 shots, die is, kijken waar dat staat, in het Duits staat het druk op, 496,8 gram, zeer mooi blokje, en die is 39,95, een zeer mooi blokje. Dan komen er nog een paar twee mooie dingen aan, we hebben hier van China Rap, een full color boom, 64 shots, 480 gram. En die was €36,50. Zo'n mooie kick, dat is een knal. Effect Mind Stars Titanium Salute. Dat is een erg leuk batterijtje. Gaan we ook in de show werken. Ja, dan hebben we nog een aantal meer mooie producten. Dan nog één hier. Hier een compound box. Dat is de Final Solution. Naar mijn idee de... Een heel mooie finale. Hier zit ook weer de informatie op. Afsteekinstructies voor compound box. Voor mensen die het niet weten, ja, maar weten natuurlijk hoe dat in elkaar zit. Voor de wijde deksel van dit product ziet dit product vanuit de doos, haalt dit product niet uit de doos. Nou, staat er nog een keer op. Ja, dat is natuurlijk wel logisch voor compound, maar ja, mensen denken dat het toch een doornbak is en halen het misschien uit elkaar. Niet de bedoeling is bij deze boxen. Kijk, en die is 1.4 en dat is een zeer mooie doornbak. Maar dit is echt een knalende rampfinale van China Red is die. Volgens mij Pyro Box specially made in voor China Red in de Netherlands. 2x30 shots, 4 chips, 60 shots, 1 kilo aan kruid zit erin. Dus dat was de box voor de Final Solution. Ik moet één keer aansteken. Dit is zo ongeveer hier de totale collectie. Hier staat de viertuigbel. Of die maas genoeg. Zo hebben we een beetje de totale Nederlandse collectie. Alle potten die hierin zijn, die gaan allemaal in de show geschoten worden. En nou, dat was hij.